Nou. Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Van Heugt Transport. Scherpzeel is sinds vorige week de koploper en treedt vandaag thuis aan tegen nummer 5, TVC 28. De bezoekers, wiens trainer wel wat weg heeft van Jurgen Klopp, promoveerden als zondag eerste klasse. Het belooft dan ook een spektakel op Sportpark de Breeoost te worden. Of zoals pupil van de week Angelique voorspelt, 8-3. Laat in de reacties allemaal even een blauw hartje achter voor onze toppers. De thuisploeg krijgt de eerste kans van de wedstrijd. Uit een afvallende hoekschop is het gelegenheidsspits Lars ten Tijde die hier uithaalt. Zo, die zeilt maar net naast de kruising. We zijn ondertussen 26 minuten bezig. En het loopt nog niet stoom. Misschien dat deze aanval daar verandering in kan brengen. Voorzet vanaf rechts. En wat een heerlijke kopbal van de kleine Lars. Goede redding van de keeper van TVC. De bezoekers komen voor het eerst gevaarlijk uit. Voorzet komt vanaf rechts van Niek Staring. Ho, wat een moeilijke bal. En het is 1-0. Sam Holtzink weet wel raad met dit cadeautje. De thuisploeg zal er een schepje bovenop moeten doen, wil het hier winnen. Dat kan ik ook, denkt de keeper van TFC. Mark met het schot en Lars kop net naast. De blauw-witte verzuimen om de stand gelijk te maken. TVC weer in de omschakeling. Nummer 12 neemt hem knap mee, zeg. Komt het schot en Stef Brummel met de save. Lekker hoor, Stef. Dat zijn ze. Lars gaat naar de grond en jawoel, ein Schwalbe. Geel voor de rappe aanvaller. We zijn een uur onderweg. Hoekschop van good old Murat Marbu. Komt goed bij de tweede paal. En hoppakee, Guido Den Daas met de 1-1. Kop dan. Murat legt vlak daarna aan voor een vrije trap. Geniaal zeg, hoe de linksback de keeper bijna verrast in de korte hoek. TVC blijft komen met de counter. Nummer 12 laat zien dat hij geweldig kan ballen. Neemt hem knap mee en brengt voor. En dan is het Niek Staring die simpel afrondt. 2-1 voor de bezoekers die op weg lijken naar een stunt. Timo Jochessen met een fenomenale lange bal op Lars. Goed meegenomen en blijft spits oog in oog met de doelman Koel. Zo komt deze enerverende wedstrijd op een 2-2 stand. Oei. Fout in de opbouw bij Scherpenzeel. Guido levert knullig de bal in. Uithaal van TVC en die rolt naast. Daar komen de mannen van Koen Jansen goed weg hoor. Hens van de aanvoerder. En hij schiet ook nog eens de bal weg. Een terechte gele kaart. We gaan de slotfase in met deze bekeken voorzet van Lars. Oh, Pernelli. Wat een mogelijkheid. De winnende goal valt nog niet. Spanning en spektakel biedt deze wedstrijd genoeg. Timo wordt hier van achter neergehaald. Tweede gele kaart aan de kant bij TVC. En dus moet met Timo verder in de blessuretijd. Gescoord wordt er niet meer. En zo blijft Scherpenzeel steken op een 2-2 gelijkspel. Volgende week wacht een bekerpotje uit tegen Argon.